Dit is een bespreking van het eerste stukje van de vrouw over Sifax en Massinissa. In Afrika speelde zich het volgende af. Massinissa, een bondgenoot van de Romeinen, noemt Kerta in, het rijk van Sifax, een Numidische vorst. Deze had hij aanvankelijk tevreden met zowel de Romeinen als de Carthagers bewaard, maar door zijn vrouw Sofonifa had hij zich toch laten overhalen zich aan te sluiten bij de Carthagers. Later in het verhaal werd het niet alleen het rijk van Sifax, maar ook nog eens zijn vrouw ingenomen door Massinissa. Koning Sifax is verslagen en Livius beschrijft deze scène met een beeld dat typisch is voor Livius en Argeia. De hoofdpersoon in de eerste zin is Sifax, in de accusativus, ACI om precies te zijn, dat Sifax gebracht werd in Castra naar het kamp. Toen dat was bericht, in normaal Nederlands wat ernaast staat, toen bericht was dat Sifax gebracht werd naar het legerkamp. De hele multitudo, dat staat in hyperbaton bij elkaar. Wat tussen omnis en multitudo in staat, dat hoort erbij. Maar in ieder geval, de hele menigte effusa est is uitgegoten, staat er letterlijk, stroomde naar buiten. Alsof, als ware het, naar het schouwspel triumfi van een triomftocht. Dan twee zinnen waar het werkwoord vooraan staat. Dus de nadruk ligt op wat er te zien is. Beide werkwoorden in het imperfectum. Praeke debat, hij liep voorop. Wie? Hij zelf. Dus Sifax. En de camera zoomt als het ware in op zijn handen. Hij is geboeid. En volgde, wie volgden die Sifax? De Grex, de kudde letterlijk. De groep van edelen. Numidarum uit Numidië. Dus dat is de kroonraad, zeg maar, van Sifax. En op dat moment, bij dat schouwspel, toen, quantum quisque poterat, quantum plurimum quisque poterat, opvallende alliteraties natuurlijk, zoveel als ieder kon, adebat, opnieuw in het imperfectum, droeg bij, dus ieder onderwerp is dat quisque, ieder droeg zoveel mogelijk als die kon bij aan de grootheid, aan de grootsheid, aan de beroemdheid van Sifax en aan de roem van zijn volk. Iedereen, en wat iedereen dan bijdroeg, hè, dat betekent dat mensen wat zeiden, dat staat dadelijk in de ACI na deze, na die punt komma. Hier staat er nog even opnieuw oriënteren, op dat moment zoveel als ieder kon, droeg hij bij aan de grootheid van Sifax en aan de grootte van zijn volk. En dan hier in een gerundium, door daarmee te vergroten, victoriam suam, hun eigen overwinning. Hun is natuurlijk van de Romeinen. Dus wat hier staat, is dat de omstanders, toen ze die Sifax dat legerkamp binnen zagen komen, zoveel ontzag uitspraken over Sifax en zijn edelen, dat nog meer bijdroeg aan de roem van de Romeinen die het klaar hadden gespeeld om deze man te overwinnen. Dan dus in de ACI wat mensen dan zeggen, dat die daar was, Elum is natuurlijk Sifax, dat hij was de koning van wie aan de grootheid, dus wij zouden zeggen aan de grootheid van wie, onderwerp zijn populi in deze bijzin, tribuerend, hebben bijgedragen, staat er eigenlijk. Ik heb vertaald hadden bijgedragen, dat is wat handiger Nederlands. Dat dit de koning was, aan de grootheid van wie volkeren hebben bijgedragen. En dan even, dat is de hoofdstructuur, even de rest van de zin. Zoveel hadden bijgedragen dat, en dat staat dan duidelijk in het vervolg. En bij die volkeren staat nog de twee machtigste volkeren in terris op aarde en keurig erachter als toelichting het Romeinse en het Carthaagse. Dus dan heb je, die mensen zeiden dat hij de koning was, aan de grootheid van wie, zoveel de twee machtigste op aarde volkeren hadden bijgedragen, namelijk het Romeinse en het Carthaagse, dat, en dan komt eerst de Romein en dan de Carthager, dat Scipio, de aanvoerder, hun eigen aanvoerder,
Wat had hij gedaan? Navigaverit, dat die was gevaren. Ad amicitiam eius petendam, tot de vriendschap van hem gevraagd moetende worden om zijn vriendschap te vragen. Die eius daar, dat is dus weer Syphax. Relicta provincia Hispania, dat is een ablativus absolutus, achtergelaten zijnde de provincie Hispania. Dus wat er staat is dat Scipio zoveel respect had voor Syphax, dat hij zijn eigen provincie Spanje in de steek had gelaten om zijn vriendschap te komen vragen. Dat is de inhoud van de zin. Exercituque, dat is de tweede ablativus die nog bij die ablativus absolutus hoort. Dus achtergelaten zijnde de provincie Spanje en zijn leger. Was die Scipio gevaren in Afrika, naar Afrika met 2 vijfdekkers. Dat zijn grote oorlogsschepen. Dus die Syphax die was zo belangrijk in de ogen van de 2 belangrijkste volkeren op aarde. En hier wordt gezegd voor het Romeinse volk dat de aanvoerder van dat volk, namelijk Scipio, dat die naar Afrika, naar Syphax, was gevaren om zijn vriendschap te vragen. Tweede geval, een voorbeeld van dat andere volk. Dat Hasdrubal, dus die Syphax was zo belangrijk, dat Hasdrubal van de Puniërs, de bevelhebber, niet alleen zelf, maar ook, zelf ad eum naar hem, dus naar Syphax, naar zijn rijk was gekomen. Dus ook Hasdrubal heeft een poging gedaan om de vriendschap van Syphax te verwerven. Dat hij niet alleen zelf naar hem toe, naar zijn rijk was gekomen, maar ook, of maar zelfs, de dochter aan hem, dus de dochter van Hasdrubal. Hasdrubal had zijn eigen dochter aan hem, aan Syphax, ten huwelijk gegeven. Dus die Syphax was zo belangrijk, samenvattend, dat zowel de Romeinse aanvoerder als de Punische aanvoerder hun uiterste best hebben gedaan om de vriendschap van Syphax te krijgen.